Hoi en welkom bij Blog voor Isaac. Ik heb jullie dit keer een nieuwe video. En ja, het slecht weer buiten, het regent als een malle. En ja, dus ik ga nog even een video maken. Ik wil het jullie even hebben over mijn aankomen van mijn lichaam. Jullie weten dat ik veel met afval afgevallen ben. En ik wil geen comments over verder over hoe het ging. Maar ik dacht gewoon, ik ga even eentje maken ervoor. Dag, het is even leuk om te vertellen hoeveel ik weer aangekomen ben. Op dit moment ben ik nog steeds nutriënt nog steeds. En het gaat nog steeds heel erg goed. Om het begin, ik weeg, het gaat nog steeds heel erg goed. Moet ik zeggen, ik vind het steeds lekker nog steeds aan de kant. Maar ik heb nu weer nu het afbouwen weer zo'n beetje. Het afbouwen van nutriënt en dat soort dingen. En ik heb ook nieuwe maaltijden in de avond thuis. En dan gaat het beter, moet ik zeggen. Een beetje mee dan voorheen. Het wordt een ander bedrijf om dat ik eten krijg, avondeten. Nu heb ik via de slager. En dan gaat het een stuk lekkerder, ja, een beetje vertellen. Ja, een stuk lekkerder gewoon dan het eerste wat we eerst aten. Dus ik eet mijn bord gewoon niet helemaal leeg. Dat gaat gewoon goed nu. Ik weeg nu 63 kilo. Mijn streven is 65 ongeveer. Aangezien ik nu ben afbouwen met nutriënt, moet ik het gewoon alleen doen van een nutriënt. Ik hoop dat het goed gaat. En ja, dat is. Voor de rest, ja. Gaat gewoon lekker bij. Ik voel me lekker in mijn vel en ik voel me prettig in mijn vel. En voor de rest gaat het gewoon lekker. Dus dat is mijn smsje. Dus ja. Ik heb er verder niks over te klagen verder hoe het gaat in mijn lichaam. En ik ben goed bezig. En ja, ik dacht eventjes weer een update te maken wat ik nou ben aangekomen. En wat ik allemaal eet op een dag. Nou, ik eet gewoon. Overdag eet ik in de ochtend gewoon één broodje. Want één broodje krijg ik niet weg. En voor de rest gewoon twee broodjes in de middag. Ik drink af en toe koffie tussendoor. Natuurlijk niet te veel, ook niet goed. En ook veel nu crystal clear. Die ik ook drink, pakken en flessen. En ja, dat dus. En in de avond, in de middag eet ik wel gewoon liga, melkbreak of liga koek of zoiets. Eet ik tussen de middag ongeveer een beetje op 3:30, 3:30. En dan in de avond eet ik weer een avondeetje dus. Lekker avondeetje in de avond weer een kopje koffie na het monteren van de vlog. En dat was het een beetje voor mij natuurlijk ook weer crystal clear drinken en dat soort dingen. Dus dat is een beetje mijn dag, wat ik allemaal eet en drink op een dag. Dus ja, ik hoop dat je wat je leuk vond. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet hierom te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik jou elke dag om 8 uur een nieuwe vlog. Oh ja, vanaf 1 januari komen de video's in de vlogs op andere tijden. Ik heb het allemaal in de biografie van Twitter, Instagram, Facebook allemaal. Zet hoe laat het gaat komen. Dus kijk eventjes naar op die kanalen. Vind je ook de wijzigingen. Wanneer het gaat beginnen. Kan ook iets eerder zijn. Of iets later zijn. Dus pint er niet aan de maand vast. Kan ook een maand of maand eerder maand later zijn. Dus ik zie jullie mensen wel tot de volgende keer. Doei!